En ik een Looi, hoeveel valt er te genieten na een 5-0 overwinning tegen AZ? Nou, er is, al, er is hopelijk veel te genieten voor iedereen. Maar is daar, is daar geleerd voor? Nou, voor ons in ieder geval niet. Dus ik, kijk, ik snap dat de supporters en de mensen die niet direct bij het team zitten, er wel echt wel een paar dagen langer van kunnen genieten. Maar wil ze de knop vrij snel opgegaan. Het was een mooie avond waarin we heel goed hebben uitgevoerd wat we wilden uitvoeren. Dat goed samen hebben gedaan met volle overgaven. Uh, en dan kan het dus dit resultaat opleveren, dus dat, dat moet je uh, sterken in het idee wat we, wat we hebben over voetbal, hoe we willen spelen en die ideeën die we hebben. Uh, ja, maar je begint gewoon weer op nul, want we spelen nu uh, morgen Sparta en daar moet alles weer voor wijken om ook uh, in een uitwedstrijd resultaat te halen. 29 punten, dat betekent dat je al heel goed op weg bent naar die 35 die je moet hebben. Ja, nou ja, je doet hier een aantal aannames in deze, in deze vraag, uh, CQ-stelling. Want uh, ik weet niet hoeveel punten je nodig hebt. Of dat er 35 zijn. Um, en ik weet ook niet of we al heel goed op weg zijn met 29. Um, maar ik, zo, zo bekijk ik het ook niet. Ik bekijk uh, wel, natuurlijk kijk wel naar de andere uitslagen, maar ik kijk ook vooral naar, ons eigen, uh, naar onszelf, naar ons eigen spel, naar beter worden en ontwikkeling. Um, en die, die trend vind ik eigenlijk al een tijdje gaande. Dat we beter worden, dat we stabieler worden. Alleen ja, bij het grote publiek, ja, die, die gaan het toch vaker herkennen als je resultaten gaat boeken en een keer een opmerkelijke zege hebt, dan gaan, ze, gaan mensen zeggen, ja, ze zijn toch best lekker bezig. Maar ik vind dat we dat al wat langer zijn. Alleen uh, we moeten het wel iedere keer weer waarmaken. En dat geldt ook voor de komende zes wedstrijden. Hoe heerlijk is het om het vertrouwen opgebouwd te hebben afgelopen woensdagavond naar die wedstrijd van zaterdag naar Sparta? Nou, dat is goed. Dus het, uh, wat ik net zei, het moet je, het moet je vertrouwen geven dat je... Uh, hè, kijk, bij Twente waren we er dichtbij. En thuis tegen AZ hebben we het dan echt uh, goed gedaan. Uh, thuis tegen Go Ahead hebben we het goed gedaan. Ook een ploeg die hoog staat. Dus dat moet je vertrouwen geven dat je eigenlijk met iedereen mee kan spelen. En, en ook resultaat kan halen tegen iedereen. Alleen je moet wel iedere keer weten wat je ervoor moet doen. En dat is wel, uh, dat is wel iets waar ik morgen wel benieuwd naar ben. Van, kunnen we weer opbrengen wat we tegen Twente op konden brengen. qua teamgevoel, qua energie, wat we erin staken. hard werken met elkaar. veel vuil leveren. en het tegen AZ ook. dat is echt wel de sleutel om, om tot succes te komen. Als we dat niet hebben. het wordt een hele lastige avond in Rotterdam. hebben we dat wel, dan wordt het ook een hele lastige avond voor Sparta. Een grote pion, of een belangrijke pion in het middenveld. is weggevallen. Ja, Brian Brian de Keersmaker ja, zat er natuurlijk al aan te komen. Hij stond al een tijdje op 4. Dus we wisten wel dat hij, die dat hij 50 gele kaarten, dat hij waarschijnlijk nog een keer zou vallen. Nou, dat is ook gebeurd. Ja, is voor ons een adelating. Want Brian heeft natuurlijk bijna niks gemist. En, en is een belangrijke schakel in het team. Maar we hebben ook goede vervangers. Dus dat gaan we ook, gaan we ook opvangen. Hoe kijk je naar de Rotterdamse ploeg? Ja, goede ploeg. Het is gewoon een volwassen ploeg, vind ik. Zit goed in elkaar. Qua spel lijkt het op AZ en op Twente. Wat ze doen. Uh, met, ...met buitenspelers die naar de binnenkant spelen... ...met een nummer 10 die heel veel diepte heeft... ...met Verschuren, die, die makkelijk scoort... ...zij missen waarschijnlijk Lauritsen... ...dat is voor hen wel een aderlating... Uh, een ...fysiek sterke spits, aanspelpunt. ...maar voor de rest zijn zij... ...zij zaten even in een dipje, daar zijn ze ook uit... Uh, ...dus ik denk wat dat betreft weer een mooie uitdaging voor ons. Hoe is jouw ploeg uit de wedstrijd tegen AZ gekomen? Nou, qua gevoel wel goed... Maar, ...en, en uh, fysiek ook wel goed hoor... ...dus uh, dat vind ik wel uh, uh, mooi om te zien... Die jongens doen er alles aan om, om weer fit te worden en om weer goed te herstellen. Dus ja, we gaan kijken. Niemand is met uh, blessures afgehaakt. Uh, dus iedereen is inzetbaar. Wiekhoff, Hansom. Ja, die twee die waren nog niet inzetbaar. En die zijn nog steeds niet inzetbaar. Dus die, die gaan we volle bak richten op, uh, op Heerenveen. Jij neemt een, uh, voor de eerste keer een speler mee in de selectie? Diego gaat mee, ja. Nou ja, ik, kijk, voor de eerste keer bij mij in de selectie, inderdaad. Hij is natuurlijk lang weg geweest. Uh, gerevalideerd, getraind. En uiteindelijk hebben we heel vaak gekozen in de weekenden om hem mee te laten doen uh, met de academie. Omdat hij ook moet spelen, hij moet zich ontwikkelen. Uh, maar ik vind dit een mooi moment om hem mee te nemen naar ons. Hij doet het gewoon goed. Dus uh, mooi. Met andere woorden, we kunnen een wedstrijd tegemoet zien die op een scheels van de steden gespeeld wordt. Uh, ja, dat vind ik sowieso. Dat moeten we, dat moeten we 100% zeker brengen.